Welkom bij een nieuwe video. We gaan kijken wat ik heb gekregen uit de Advanced SBC's, de Hibernation, Hyperleaks, Hyperleak en Nations. Ik heb het op stream gedaan. Als je dit wilt zien, vaker ga naar Twitch. We hebben aardig wat gedaan. We hebben hier vier staan. Dus we hebben, zo zie je het hier. De wereld gaat rond op wereld rond. En kijk, zoals je ziet, vertooid. Daar hebben we de landen. Hier eerst twee pakketjes en later ging het verder. Hier kregen we geen border uit. Als je de border ziet, zie je die lampjes omdraaien. Ja, dat is niet een goed pakketje. Het rotte is, het zijn untradable. Dit was de mooiste SPC's in het begin. Hier kon je coins mee gaan. Dit is een 50k pakket. Maar hier kon je coins voor krijgen. Dit is een border. Hij ging naar rechts. Dus het betekent een walkout. Ik moet even verschuiven. Kijk, als je het goed ziet. Als de streepje. Deze streepje naar rechts gaat. Is een walkout. Hij gaat naar rechts. Worden, en dan is het een walkout. Die vierwerk achterin. We hebben Martinez uit de 50k pakket. Op zich goed. Voor de eerste SPC's die ik heb gedaan. 50k. En ik kreeg hier ook nog Koende uit. En daarom vind ik het jammer. Als dit was trailer was geweest. Want Koende was 70k. En ja. 70k was dit, en dan zal dit 15k zijn. Nee, dat zal waarschijnlijk een kleine 100k pakket zijn. Rond en nabij. Maar ja, die kreeg je niet. Dan krijgen we de volgende. Dan gaan we hier. Dit was een van de pakketjes van de, ook van die SPC's. Dit was 25k pakket volgens mij. Ja. Of een rem meegepakket, kan ook nog. En de 100k pakket. Ik heb alleen echt geknipt wat echt leuk was om te zien. 100k pakket. Krijgen we hier een walkout. Even laten zien. En hier is weer een walkout, zoals je zag, als je goed ziet. Hij gaat weer naar rechts, die streep. Is Keylor Navas. Een leuke walkout, maar je is niet echt een keeper. En dan krijg je hier een hele mooie 100k pakket. Een Inform Rui, Navas, Müller, Goretzka. Zoals ik zei, dit is een tradable. Goretzka zal rond de 80k zijn. Nou, 80 plus 70 is 150. Zal nu rond de 200k zijn. Weet je, dat is zo jammer. Dit untradable is. Daar vind ik echt teleurstellend. Maar goed, dat was het pakket. Dan gaan we naar de volgende. Zoals je ziet, hier hebben we pakketten gekregen. Uit een 45k pakket. Krijg een 5k pakket en nog een 55k pakket. 50 en 55. Hier kregen we weer een walkout. Pols. Spits. We kregen Lewandowski. Dus ja. Dat is een hele goede walkout. Leuk dansje, maar 91 heel goed. Een kobol. Voor de rest is er niet heel veel bijzonders. Uit mijn hoofd? Nee. Dan krijgen we de 50k pakket nog. Ik kreeg weer een walkout. En toen zag ik dit. Goretzka voor de tweede keer. En voor de tweede keer untradable. En dan denk ik, what the fuck, wat moet ik nu doen? Het is jammer. Daarom,
Ik had echt heel veel geld kunnen verdienen als dit trailer was. En dan gaan we naar de laatste toe. Je ziet hier al een pakketje. Hier, top gouden spelerspakket. 45k pakket. Kreeg een bord uit, zie dat? Als het lampje omhoog gaat, hij gaat dan links en het lampje gaat om, draait om en gaat aan. Dan is het border. Zapata. Dit is mijn 1000 coins. 83 op dit moment zijn heel weinig waard. 1100, 1200 coins. Net vorig jaar. En dan gaan we nu alles discarden, wat dubbel is. Een 50k pakket openen en een 100k pakket. Ja. Hier. Weerborden. Ik krijg hier Savits uit. 84, 87 verdedigen. De rest is niet heel veel super. Niet goed. Navas, Gimnes. Is een redelijke 50k pakket. Kon slechter. En dan gaan we naar het laatste. En dan krijgen we nu de 100k pakket. En dit is geen walkout. Het is een border. En het is zelfs een 84. Kanoglu. En Osimhen en Ndidi. Voor een 100k pakket had je meer verwacht. Maar goed, dat was de packs uit die Advanced SPC's. Met Koreska twee keer. Lewandowski. Koundé. Dus ja, schrijf in de comments wat jullie hebben gekregen. En dan zeg ik je altijd blijven lachen. Ciao, ciao. Later.